gefaked, dan eindigt de video en dit was mijn langste opname ooit. Oké, jongens, we zijn aangekomen in onze allereerste game. De video van vandaag is, we mogen niet gefaked worden. Want als wij gefaked worden, jongens, dan eindigt de video. En dan gaan jullie wel achterkomen, want als ik gefaked word, dan ben ik weg. En dat zou fucked up zijn. Ze gaan erachter komen hoe lang het duurt voordat ik gefaked word. En ja, dan gaan we zien hoe ver we komen. Hoeveel potjes we kunnen winnen. Of dat het misschien in één potje klaar is natuurlijk. Want ja, het kan allemaal. Dus ik moet wel extra voorzichtig gaan spelen. Maar ik denk dat we dat wel. Ik denk dat het ons moet lukken, jongens. Het moet ons gewoon lukken. Doe maar een blauw smoke als je er zin in hebt. En als ik vaker van dit soort rare challenges moet doen. Dan gaan we dat gewoon doen. En jongens, join de Discord, want ik wil binnenkort de video met jullie opnemen. Zeg maar, dan ga ik spelen tegen jullie, maar dan mag ik bijvoorbeeld niet springen. Of ik mag geen boost gebruiken. En dan gaan we kijken wat voor ranks ik allemaal van jullie kan verslaan. Dus jongens, Discord in de beschrijving, join hem zeker. Nee, we misspringen. Dit is niet best. Oh mijn god, wat ben ik aan het doen? Teammate ook direct boos op mij. Volkomen terecht. What the fuck? Oké. Dat is niet best, dat is niet best. Maar jongens, we hebben dit. Oké, we gaan lekker terug. Hij schiet gewoon. Dat is niet barricade. We hebben hem. Verkeerde kaart. Teammate heeft dit. Als je hem alsjeblieft niet terugpaast. Doet hij gelukkig niet. Doen ze niet veel uit. Hij groundpincht hem. Oké, jongens, dit moet gewoon goed komen. Ik voel dat niemand van hen iets geks gaat doen. En of ik word echt in één keer volgebald. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar daar gaan we niet vanuit. We gaan er gewoon niet vanuit. Iemand gaat niet door, dan gaan wij lekker door. Team was daar blijkbaar ook, maar het was niet zijn bal, het was mijn bal. Ik zit op de seeding. Ja, prima goaltje. Oké. Ik heb hem. Hij nakt mijn boost. Oké, dan mag hij het ook de bal doen. Lukt hem niet. Dan maakt hij het heel kut voor mij. Dan kan ik precies niks mee. Dat is balen. Hij commit het te erg. Kijk, hij geeft eerst, mist hij de bal. Of tenminste, hij pakt de boost. Dan mist hij de bal. Dan zet hij mij, zeg maar, net verkeerd neer. Kan gebeuren natuurlijk. Foutjes. Oké, wat gaat hij doen? Ik laat hem met de boost voor hem. Fake hem. Team kan gaan, open goal. En dat is een goal. Prima. 2-2. Al zeg ik heel eerlijk, moeten we natuurlijk wel kunnen winnen dit. Dit moet niet te moeilijk zijn. Hij zegt, I got it. Man wil opeens voor de kick-off gaan, terwijl hij recht staat. Geen stress, team met de bal. Ik ga gewoon lekker hieruit. Ik ben dood. Maakt mij niet uit. Ik ben echt benieuwd, jongens, hoeveel potjes en hoe lang het gaat duren. Misschien spelen we wel 5 potjes, misschien ook maar 2, misschien ook maar 1. Misschien is het straks al afgelopen. Ja, jullie kunnen natuurlijk een klein beetje zien aan hoe lang de video duurt. Maar ja, hoe ga ik nou gefaked worden? Misschien vlieg ik wel helemaal naar Amerika, gewoon het bos in. Misschien ook niet. Ik ben echt benieuwd. Ik zeg je eerlijk. Ik ben echt heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Die is helaas mis. Demo run. Lukt niet, maar we hebben hem wel gewoon goed gebruikt. Dus mijn team is open goal. En dat doet hij. Hij scoort hem prima. Maakt ons de 3-2. 30 secondjes op de klok. Oké, wat gaan we doen? Eigenlijk is de bedoeling dat we hem nou eens even niet verneuken. Oké, dat is niet de beste kick-off. We gaan lekker op het puntje van de stoel zitten, jongens. Oké, doet hij goed. Goed, dus mijn team hoeft er niet te committen. Maar ik ben op tijd terug, dus er is niks aan. Ik ga gewoon voor dit. Ga ik hier ook snel voor. Kom mooi naar beneden. En dan hebben we een 4-2 gemaakt. Prima game. En trouwens. Kijk, als ik gefaked word, probeer ik het door te hebben. Maar stel ik word heel hard gefaked. Nou, natuurlijk heb ik dat door. Maar ja. Als ik mijn fake niet door heb, het spijt me. Ik denk niet dat het gebeurt. Maar we gaan dan onze tweede game. Oké, jongens, aangekomen onze tweede game. We gaan kijken of wij weer niet gefaked gaan worden.
Het is natuurlijk de bedoeling dat we niet gefaked worden. En we willen ook niet gefaked worden. Kijk, mijn teammate gaat lekker voor die bal. Hij paast naar mij. Teammate is blijkbaar ook in de lucht. Teammate mag gaan. Nee, gaat niet. Dan ga ik wel. Hier de muur kan hij gaan. Dan ga ik hem bumpen. Teammate had echt precies hetzelfde plan. Oké, goed dat ik hem dan miste. Want daardoor kon hij hem wel gewoon hebben. Ik zeg eens even niet boost. Kijk of ik lekker zeg bij dat balletje lekker kan pasen. En dat kan die. Oké, dan is het onze beurt om even wat te laten zien. Hij bumpt me heel goed. Hij heeft me echt heel mooi gebumpt. Als hij die bump niet had, was het zeker. Oeh, dat ging goed. Dan was het zeker weten geen save voor hem geweest. Oké, die heb ik. Hier heeft hij. Teammate kan turnen voor dit. Teammate mag ook turnen voor dit. Hij wacht nog heel lang, maar met de bump lukt het allemaal. Ik maak ook zijn boost. We zijn er langzaam. Teammate mag. Nice. Oké, wat gaat hij doen? Hij is langs één, denk ik. Nice. Scoort hij hem? Nee, maar hij paast hem wel. Legt hem voor ons klaar. En we maken de 2-0, jongens. Heerlijk. Kijk, alles is nog niet te moeilijk. Ik ben alleen echt bang of ik straks keihard gefaked word. Want ja, het kan gebeuren. Maar ja, hier staan we gewoon 3-0 voor. Misschien krijgen we wel een snelle forfeit. Ik ben echt benieuwd wat potjes voor doen. Geen idee, joh. Ik hoop heel veel. Ik wil niet gefaked worden. Ik wil geen vliegticket. Oké. Okay. Boom. Niet de beste kick-off. Team heeft boost, ik heb boost. Die heeft het natuurlijk makkelijk. Gaan we gewoon snel even up. 4-50. Team kan hij nou geven. Dan neemt hem aan. Oh, hij gaat niet eens naar de backboost. Oh, wave dash, hij is gek. Deze hebben wij natuurlijk. We faken hem eerst. Ja, wat gaat hij doen? Hij kan niet zoveel doen. Lekker paas hem, nemen we die mee. Mag mijn teammate gaan, hij pakt de boost ook. Teammate faked hem. Nice. Deze mogen we natuurlijk wel afmaken. Helaas doen we het niet, helaas doen we het niet. Oh, waar was zo dichtbij met de dunk of hem. Scoort mijn teammate dit? Bum dan. Grapje. Bum dan. Iemand heeft hem. Geen stress. Ik ben dood. Maakt niet uit, maakt niet uit. Het volgende, jongens, laat even weten in de comments of jullie ook de video willen. Als ik gedemo'd is, stop de video. Want dat lijkt me ook nog wel heel leuk om te doen. Ik denk dat dat misschien nog wel moeilijker is. Oprecht. Kijk, leggen we die bal daar lekker neer. Maken we zelfs een backboost. Oké, game 2. We gaan naar game 3. Aangekomen onze derde game. What color is your Bugatti? Oké. Nou, boys. Ik heb de Bugatti in dit spel natuurlijk. Ik heb geen idee welke kleur die staat. Hebben we nog. Gaan we gewoon hierheen. Hij kan niks doen. Hij gaat gewoon. Heel apart. Maar goed, we hebben hem. Nakken ze boost. Teammate mag een bump bangen. Maar hij gaat weer niet. Hij wacht heel lang de hele tijd. Weer gaan ze. Maar ze kunnen er niks uit halen. Aangezien ik gewoon de 50's pak. Thanks, teammate. Ik ben een beetje genakt. Maar maakt niet uit. Zoals je ziet zit ik hier op Rocket League Exchange en kan je van allerlei dingen kopen. Nou koop ik 2000 credits, voer ik de code DEAL in voor 3% korting en klik ik op koop items. Nadat jij je items hebt gekocht op Rocket League Exchange voegt iemand van de website je toe om de items naar je toe te treden. We zijn nu bij het tapje giveaways en zoals je ziet kan je hier gewoon allerlei dingen gratis krijgen. Je hoeft alleen maar te klikken op join now en je zit in een giveaway van een nieuw item. Oh nee. Mijn own goal die echt net aan niet. Deze teammate is in de war. We nakken niet zijn goal. Oké, jongens, we staan gelijk. Kijk. Zit ik tussen. Teammate heeft die bal naar mij. Teammate heeft die bal niet. Dan ga ik nog een keer. Lekker vervelend zijn. Zo strak ervan. Oké, teammate paast. Nog heeft hij hem. Hij zet zich goed neer. Kijk, ik heb hem wel, hij mag gaan.
En het is een gratis goal. Ik had niet verwacht dat hij daar al verneukt had, die tegenstander. Zeg je eerlijk? Hij misspringt al heel snel. Ik wil hem gewoon airdribble bump. Maar ik vind het prima. We zeggen gewoon weer niet boost, want volgens mij deed hij dat net best wel prima. Dit is ook goed. Eens kijken, wat ga je doen? En dat doet hij wel weer goed, want hij geeft de bal lekker aan ons. Mooi. 4-1. En we zijn nog niet gefaked. Oké, dan. Komt u maar. Maar deze zit ook weer. Ja, forfitten ze. Ja, ze zijn geforfit. Jongens, we gaan gewoon weer door naar onze volgende game. Oké, jongens, aangekomen onze vierde game. Geen idee. Ik denk het, onze vierde. Ik mis hem. Moet niet heel veel uitmaken, denk ik. Kijk, mijn team heeft hem. Dus hebben we alleen geen boost. Oh, dat doet hij heel goed. Alleen, er is niemand die het kan opvolgen. Dus pakken wij deze. Oh, die gaat niet erin. Paas maar. Dank je. Maar hij paast nog niemand. Niks aan de hand. Paas hem wel naar hem nu. Dat is jastig. Ik wil die boost wel. Ik zeg heel eerlijk. Kijk, we zijn er langs. En dan is ook direct er een goal. Teammate zegt er thanks. We hitten hem. Was wel heel riskant. Geef maar aan mij. Ik heb niks gedaan daar, maar het is wel een goal. Ik weet niet. Ik dacht, ik ga hem bijvoorbeeld tegen de ceiling aanbengen. Bang. Ah, hij wil niet passen. Dat vind ik gewoon jammer. Maar ja. 3-1. Ja, we blijven winnen. Ik ga niet gefaked worden, jongens. Want ze faken ook gewoon niet. Ik dacht dat ik in 2020 wel een beetje aan fakes deed. Of fake challenges, maar... jongens, ik ga jullie wat vertellen. Ik ga even mijn naam veranderen. Jullie gaan hem zo zien. En dan gaan we dan als volgende potje. Oké, jongens. We hebben een nieuwe naam. Namelijk Video Ends When I Get Faked. Dus als ze dit zien. En nu moeten ze wel van fakes gaan. Zo is het gewoon. Nu moeten ze wel van fakes gaan, toch? Als je dit ziet. Die gaat heel raar in alsnog. Maar goed. Dank je. Oh, team in staat awkward. Hij kan wel door. Gaat het? Hij mist. Niks aan de hand. Oké, wie gaat wat doen? Ja. Jongen. Bump hem. Doeg. Daar. Oep het op, hoor. Hij ging gewoon niet. Forfeit. Ja, maat, we gaan gewoon weer door. Aangekomen in de volgende game. Zesde, zevende, ik weet het niet. Ik ga ook weer niet wat ik doe, joh. Oké. Ja, 1-0. Ik hoef niet eens wat te doen. Ik vind het allemaal best. We kunnen lang door. Oké, wat gaan we doen? Kijk. Kijk, dat werkt. Jongen. Ik vind hun wel gewoon, jongens. Dit komt helemaal goed. We gaan gewoon 10 games van maken, joh. One eternity later. Gratis koeltje weer. Ja, 4-0. Jongens, ze is geliefd. Ja, ze zijn ook geliefd. We blijven gewoon doorgaan. We zitten in de tussen al op een 6 winstreak of zo. We gaan door. Oké, jongens. Langzaam maar zeker. We komen in een wat hogere lobby. We zitten al bijna op mijn alt account. Bij Grand Supreme 3. Dus ja, we komen steeds tegen wat betere mensen. En ik denk dat er ook steeds eerder dat ik een keer gefaked kan worden. VKM. Team met gratis goal. Heerlijk. Jongens, zelfs met de naam dat mijn video eindigt wanneer ik gefaked word. En ik word niet gefaked. En we staan trouwens 2-0 voor alweer. Niet boost. Kan je dat? Ja, we pasen hem gewoon, joh. Want ik kon er toch niet meer bij. Van mij was fucked up gegaan. Mocht hij lekker gaan. Helemaal chilling. Ja, oké, daar kunnen we niet meer bij, helaas.
Zelfs mijn, mijn boostpetjes werden gepakt daar. Nog een pech, maar we gaan zeker even naar de achterhoes. Kijken of hij een lekker balletje voor ons kan klaarleggen. En, oh oh, kan hij zeker. Is hij wel lekker op tijd? De stroopkoenke. Close had hij hem bijna. Teammate had hem nog bijna. Die mag ik hem geven. En wij staan weer 4-2. Ja. Ja. Ik denk oprecht dat we nog best lang door kunnen. Ik zeg je gewoon eerlijk, misschien duurt het nog wel een paar games. Ik had hem gewoon mogen schieten eigenlijk. Teammate is... Ja, ik weet ook niet, mijn teammate was gegaan. Net in het hoekje. Natuurlijk gaat hij in. 5-2. 6 geliefd, zijn ook geliefd. Jongens, wil jij nou dat ik jouw account boost naar SSL? Nee, geintje. Ja, we gaan gewoon weer door. Oké, we staan ondertussen op 1640 MMR. Ik heb hem. Dan kan hij faken. Hij faked hem alleen niet. Jammer. Ah, is gewoon jammer dit. Hij wil hem gewoon niet passen, joh. Hij zag me niet. Is gewoon jammer. Toen ik kreeg mijn goal tegen. Dat is natuurlijk riskant wat ik doe. Oké. Okay. Hij blijft ook stilstaan, in plaats dat hij een jumpje doet. Teammate, naar mij. Dat is in, nice. Ja, ik wil hem bijna een tipje geven. Kijk, weet je, jongens, als je de bal wil faken, dan heb je daar één pet in het midden staan. Reed naar die pet toe en backflip dan. Dan leek het alsof je gefollowed bent op de kick-off. En op die manier kun je dus zeg maar vaker de fake kick-off goed doen, zeg maar, dan ziet niemand het aankomen. Heel af en toe zien ze dan alsnog wel aankomen natuurlijk, maar ja, het werkt gewoon heel goed. Ik ga hem eens even bumpen. Komt u? Lukt niet. Pak ik de achterboost. Pak wat zijn boost. Team, het kan daar eerder zijn, via de muur. Dat ga je doen, maat. Dat is niet best. Ja, dat is niet best. Ah, is gewoon niet best. Zeg maar precies de hit die je niet wil. Het is hem voorgeven. Hij wou eigenlijk over de goal heen, is hem niet gelukt. Zo staan we gewoon voor het eerst nu achter volgens mij. Nee jongen, waarom ga je nou? Of waarom zou je hoe gaan als ik voor de bump ga, bro? Haha. We hebben onze eerste game, ja, we hebben onze eerste loose gepakt. Maar we gaan door, we zijn niet gefaked. Ja, dat is gewoon taai. Hoe lang gaat deze video duren, jongens? Ik heb geen idee. Ligt aan de editor. Ligt aan hoe de editor het edit. 2000 years later. Helaas. Heel slecht afgemaakt, maar oké, hij zit. Ik wou die bal gewoon hoog op de backward geven en dan wou ik nog een flip reset pakken. Maar ja, natuurlijk is het altijd leuker in je hoofd dan hoe je het vervolgens doet. Maar goed, we zeggen een nieuw boost. Kan je hem voor mij lekker links achterpassen? Dat kan je helaas niet, geen probleempies. Oké, okay, ja, ik... Maar niet uit, hoor. Geen probleem. Of, hup, ik wou geen probleem zeggen. Hij bleef er staan. Mijn team bleef zeg maar staan, dus dan wil ik niet faken. En dat is gewoon obvious. Hup, bangen, bangen, bangen. Alsjeblieft. Ja, ik ben weer traag, bro. Dat is gewoon jammer. Oké, we hebben de 50. We winnen hem gewoon zeker. Ik ga naar beneden. Ik ging wel minder ver naar beneden dan ik dacht. Jongens, we zijn niet gepikt. We gaan weer door. Iemand, alsjeblieft, ik vraag erom, fake mij. Ik wil niet meer. Oh, 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 jongens, we zijn we toch lang aan het doorgaan. Geen boost. Maar we hebben nog genoeg. Gratis bal voor mijn teammate. Alleen, dan moet nog even omdraaien en zo. Reflect, ook erlangs.
er langs heen en dan goal. Heerlijk. En we staan weer 1-0 voor. Mijn bal. Fake hem. Ja. Nou jongens, we gaan gewoon even een rode Grinch met 3-0 op mijn alt account, denk ik. Dan hebben we deze wel ook nog. Dan heeft mijn boost gewoon genakt, dat pik ik niet. Maar ja, zij bumpen elkaar. Team in de langs. Opgegeven. En we moeten door. Oké, volgende game. We zijn nog niet gefikt. Daar lijkt het voor nu ook nog niet op. Zelfs met de naam dat mensen mij moeten faken. Want dan eindigt mijn video. En ik word niet gefaked. We zitten al in een uur opname. Ik vind alles best. We hebben een dikke winstreek. Hoog voor mij. We faken hem. Tuurlijk. En we zijn nog midden. Pasen. Mij boost. We gaan naar deze boost. Hoe ben ik gedemmoed? De gast had geen boost en hij haalt mij in. Nou goed. Maakt het allemaal niet uit. Bang hem maar. Hoog. Komt u maar. Oh, ik ben bang.